Het mag niet zo zijn dat winkeliers of importeurs bij elke kleine koersstijging hun prijzen verhogen. Dit zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Ze sprak journalisten vandaag voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsvrouw zegt dat er nu een strakke controle gevoerd zal worden vanaf de importeur. Dat prijzen abrupt de lucht ingaan is volgens haar niet toegestaan. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Daarop controleren we heel streng. Maar natuurlijk geven ze ook aan. Kijk, de controle begint bij de importeurs. Wat we al die tijd horen is dat het de winkeliers zijn. Maar die winkeliers kopen die producten ergens. En de controle gaat nu, is al begonnen. We beginnen bij de importeur en we gaan verder natuurlijk naar de winkeliers. Er is een rentepercentage, een winstpercentage dat de winkeliers mogen hebben. En dat is tussen de 15% en 25%. En als ze dat overschrijden, dan treden we op. Maar waar u ziet dat er prijsverschillen zijn, is dat een winkelier soms 15% hanteert, een andere hanteert 20%, een andere hanteert weer 25%. Daar mogen we niet op optreden, omdat de winstmarge tussen de 15% en 25% is. Bij overschrijding zal er volgens Kuldeep Singh opgetreden worden door het ministerie. Ze merkt op dat er vanaf 1 januari al 1 miljoen SRD aan boete is binnengehaald door de controlediensten. De bewindsvrouw zal binnenkort meer informatie hierover verschaffen. Kijk, ik heb met de importeurs gesproken en natuurlijk is een tussenhandelaar is niet mijn probleem. Toch, als de importeur of de handelaar een tusseninhandelaar willen hebben, dan mogen zij dat niet incalculeren in de prijs. Dus we zijn heel streng bezig momenteel. Er zijn heel wat boetes gevallen. Ik mag de namen natuurlijk nog niet bekendmaken of ik kan het niet bekendmaken, want de mensen hebben aan hun verplichtingen voldaan. Dus, maar er is behoorlijk veel boete binnengehaald. De minister stelt dat er opgetreden zal worden tegen de snelle stijging van prijzen na elke kleine verhoging van de koers. Ze merkt op dat er nu wordt gewacht op een daling van de koers, waar er nu nog geen sprake van is. Kuldeep Singh verzekert dat zodra de koers weer stabiel is, er sneller zal worden ingegrepen.